Zo, dat was het laatste van het seizoen. Yo! Hey, ik ben Stef. En ik ben Tom. En wij presenteren het wekelijkse radioprogramma Lekker Zat. Maar deze zomer gaan we de studio uit en gaan we op vakantie. Niet naar Frankrijk of Italië. Nee, we gaan op tour door Meijerijstad. We gaan parels bezoeken van campings, bed en breakfasten en hotels in Meijerijstad. En we gaan kijken waarom mensen naar Meijerijstad op vakantie komen. Ja, en dat niet alleen. We gaan ook vragen aan mensen in Meijerijstad en uit Meijerijstad welke bijzondere reis zij nog gaan maken. Zo, ga je met ons mee on tour door Meijerijstad? Jodelee! Deze week staan we op de haven, in de haven, op de haven, op de kade. In Winkel bij Hotel De Yard. En gelukkig Stef is weer terug van zijn vakantie met zijn ouders. Stef, hoe was het? Leuk! Ik ben niet naar Meijerijstad geweest, maar wel naar IJsland. En deze week gaan we weer een topvakantie houden, want we zijn bij de Yard, had ik al gezegd. Yard. Ik verwacht heel veel. Het ziet er heel chic uit, maar ook heel gezellig. We gaan even kijken. Ja, ik wil, moeten we wel en af van die kade af, ja. Ik wil eraf. Ja, kom, we gaan. Oh. Ja, die kant op. Zo, sta ik eens even. Hoi, Stef. Hoi. Hey, Tom. Hoi, Moutkantos. Zo, een hotel midden in Veghel. Ja. En aan wat? De haven. Ja, aan de haven. En hoeveel kamers zijn hier eigenlijk? 9 hotelkamers. En zitten die vaak vol ook? Ja, redelijk wel. En het is een 4-sterren hotel, toch? Nee, wij doen niet aan sterren. We doen niet aan sterren? Een boutique hotel, een uniek boutique hotel, waarbij alle kamers zijn anders ingericht. Dus als gasten vaker hier komen, worden ze iedere keer weer verrast. Dat is eigenlijk ons concept. En hoe kun je ze dan elke keer weer verrassen? Stel, ze komen hier al heel lang. Ja, als ze iedere keer een andere kamer krijgen, dan moeten ze hier al 9 keer komen voordat ze dezelfde kamer hebben. En dan probeer je toch iedere keer weer iets nieuws aan te bieden. Een nieuw restaurantje of hier in Veghel is er heel veel te doen. Nou, dan laat je eens een keer ergens anders naartoe gaan. Bijvoorbeeld naar de Noordkade. Oh, dan kunnen we naar het centrum. Oh, want wat is er op de Noordkade precies te doen? Nee, er is heel veel cultuur, eetgelegenheden, gezelligheid, leuk gebied om even rond te lopen, theater, bioscoop kom je tegen, leuke shops. Maar ook de escape room en je kunt er muziek maken, ballet. Dan gaan we dat eens doen dadelijk. Gaan we daar even heen, toch? Ja. En gaan we eerst even naar de kamer dadelijk en dan komt het wel goed. Is er ook, is elke kamer ook anders dan? Ja, iedere kamer is hier anders. Jullie hebben een hele mooie kamer met balkon, met uitzicht over de tuin. Oh, balkon. Lekker toch? Lekker. Ja. Gaan we doen, Jacques. Ja. Ja. Nou, dankjewel, gaan we doen. In welke kamer staan we nu? We staan nu in een luxe suite van het hotel. Alle luxe kamers hebben uitzicht over de haven. En de meeste daarvan hebben ook een bad. Nou, jullie slapen straks in de balcony suite. Die heeft een balkon, zoals de naam al zegt. En die kijkt uit over de tuin. Dat is ook een mooie kamer. En dan kan Stef ook even uitluchten straks. Dat is ook wel fijn, want dat is echt niet normaal. Je zei het al, elke kamer is anders. Heeft deze ook weer een andere naam? Dat is een naam. Voorkamer van het hotel. Dat is eigenlijk de standaardkamer van het hotel. Die hebben we 4. En jullie hebben er ook speciaal voor gekozen, zo'n echt een lekker groot bed waar je met z'n tweeën kan liggen, of in je eentje dan? Ja, daar gaat het om in een hotel toch? Je wil lekker slapen, dus dan is een bed heel belangrijk. Dus we hebben een king-size bed met topper, lekker, zacht. Topper, hij ligt ook topper dan? Of toppie, ja. Weet ik het. Ja. Maar jullie zijn al lang open of niet? We zijn vorig jaar in april geopend, 2018 april. Dus inmiddels een goed jaar. Wat mooi is, Stef, die kamers met de uitzicht. Prachtige haven. Stef, je zei eigenlijk al lang, we zouden al lang naar de Noordkade. Naar de Noordkade, ja. Maar we moeten eerst even... Ik was al bijna weg en zei je nou nog even die kamers zien. Die kamers zijn mooi, ze hebben allemaal verschillende, hè, dat zei ze al. Dus even kijken toch? Ja, maar nou gaan we dan wel naar de Noordkade dan. Ja, daarna wel. Ja? Oké, nou top, doen we. Jodelee! We zijn er, Stef, op de Noordkade. De Noordkade, andere kant van het hotel, hè? Ja, dat was de Zuidkade. Ja, dat was de Zuidkade. Je hebt nog een snoepje in je mond. Ja, hij heeft een bakje in de auto staan met allemaal van die snoepjes, maar er zit allemaal... Ja, van de witte poeder omheen, weet je wel, zodat het niet aan elkaar plakt. En als je het open doet, dan is het net alsof het heel die auto sneeuwt. Maar hij is wel lekker. Hij is wel lekker, ja. Ja, ik heb eigenlijk wel honger, dus we gaan even kijken of er iets is. We gaan naar de space, kijken of we escape room kunnen doen. En een bioscoop is, er is van alles. Hè. Ook nog, en ze hebben een hele food... Blauwe kei natuurlijk. Dat is een soort van foodgang, hè. We gaan kijken? We gaan die kant op. Jacques ermee. Ja? Nou, we gaan. Misschien blijven staan. Kom. Hey, kom Jacques. Ja, dat. We staan hier toch bij een zandloper en ik wil je uitdagen, Stef. Zullen we een wedstrijdje doen wie het eerste boven is? Ik ben er niet voor gemaakt. We gaan het wel doen. Kom, we gaan het doen. Ja, oké. Oké, Jacques, jij telt al van 3 naar 1. 3, 2. Ja, tel maar af. 1. Maar ga aftellen. Jij bent... Ja. Gewonnen. Hey, Stef. God. Jacques, tel nooit meer tot 3, hè? Kom, we gaan. Houdoe, even eten.
Is dit een brug te ver voor jou of die gaat nog? Ik vind het net zo eng als die stijger. Nou, dan ga ik eventjes, is toch even snel oma bellen, want hier kan ik wel even stilstaan, hoop ik. Snel bellen zo. Ja, oma met Stef. Met Stef! Ja, gehoorapparaat. Goed zo, dank je. Ja, ik moet die steunkousen. Ja, die steunkousen ga ik nou halen, ja? Ik ben nou bij de Noordkade, maar ik moet wel even snel zijn, dus bel morgen maar even terug. Is dat goed? Ga ik even kijken. Is goed. Doei. Jo, daai. Hoi. Wat een mooi stukje hier al, hè? En heel veel van alles te eten. Het is echt, ze hebben van alles. Ze hebben hier ook een winkel met allerlei bakken. Met olie erin. Kun je allemaal olijfolie proeven. Ja, ik krijg toch gebakjes en ik krijg er spontaan honger van. Ik heb net iets besteld voor ons. Ja, dus ja, een hamburger. We moeten wel even een beetje tijd, want we moeten daar naar de space. Ja. Escape room, hè? Ja, escape room. En van alles is te doen. Ja, we gaan het zo zien. Even snel eten, dan gaan we zo naar escape. Ja, maar goed. Top. We zijn er bij Space. Ik had niet verwacht dat ik kon ademhalen hier. Maar ik ben benieuwd wat er binnen te doen is. Ja, dat ben ik ook. We gaan gewoon kijken. We gaan gewoon meteen verder. Hup. Dank u. Hey, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Tom. Hey, dag heren. Welkom. Welkom bij Noordkade Uitjes. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja, voorheen was het de Space, toch? Ja, ja. We zijn eind juni, begin juli zijn we overgegaan naar een nieuwe naam. Noordkade Uitjes, omdat we meer aanbieden dan alleen escape rooms. We hebben diverse activiteiten. Virtual reality, hakbijlen gooien, pubquizzen, noem maar op. Dus vandaar een nieuwe naam, Noordkade Uitjes. Hakbijlen gooien, dat is eigenlijk wel iets. Kun je ook foto's ophangen van collega's? Ja, van hem bijvoorbeeld of zo. Het is helemaal goed ingericht. Het moet veilig zijn. Mensen mogen niet geblesseerd raken of gewond raken. Dus foto's of met een appel op je hoofd, dat mag helaas niet gebeuren. Nee. Je mag ook geen bel gooien op een foto die je opplakt of zo. Nee, daar gaan we niet. Het zijn gewoon strikte regels. We moeten ook regels naleven van de World Axe Throwing League. Dus we willen daar officieel gewoon goed die regels volgen. Dus geen foto's of andere dingen. Gewoon lekker gooien, probeer de boels uit te raken en punten scoren. Hartstikke leuk. Is het mogelijk dat we alvast iets gaan ervaren van jullie nog? Dat kunnen we daar ook wel gaan doen, zeker. Want ik heb eigenlijk nog nooit echt een escape room gedaan. Jij wel? Ik wel. Ja. Jawel? Ik kwam er alleen niet uit, nee. Oh, dan hebben we misschien een kans om vandaag eens even te kijken of het lukt. Moeten we nog eens weten of we binnen gaan? Of ja, niet? Zeker weten. Het leuke van onze escape room is onze beleving. Vanaf begin tot einde staat centraal. De Koude Oorlog, Amerika tegen Rusland. Wat we gedaan hebben, we hebben een prachtige bioscoop gemaakt. Waar mensen vooraf al wat informatie krijgen over de escape room. En die zien we hier rechts. Oh, hier binnen. Gaan we naar binnen. Gaan we naar binnen vast. Zo koud is het niet. Hebben we het zelf gemaakt? We hebben wel dat we daar staan. En ineens bam, staan we hier. Helemaal niet. Maakt niet uit. Tensions to the most nuclear boiling point. That's our vet, huh? Oh, yeah. We staan bij de ingang, hè? Ja, dit is de ingang van de escape room. Een 35 meter hoge silo waar een raket van 25 meter in staat. En om jullie extra mee te nemen in de beleving hebben we bij elke escape room een echte soldaat. In dit geval soldaat Rinske. En zij gaat jullie meenemen naar de escape room, vertelt het verhaal en laat in de escape room ook zien wat er moet gebeuren. Wat jong voor een soldaat, maar... Hè? Ja, ik ben ervaren. Ja, vertel. Hier achter begint het spel eigenlijk al meteen. Ik kan wel de deur voor jullie openen. Oh. En dan komen we meteen ook onder de raket. Ik weet niet of jullie dat willen zien. Wow. Zo. Jacques, blijf daar staan, hè, Jacques. Ja, en hier gaat de missie beginnen voor jullie. En dan krijgen jullie door middel van de introductievideo weten jullie wat jullie moeten doen. En dan is het voor de rest echt helemaal aan jullie. Voor de rest ben ik weg en dan is het echt aan jullie als soldaten. Soldiers. Ik ben, is wel spannend, hoor. Gaan we doen dan. Ja, dat ben ik. Kan je die gewoon dicht doen? Zit er echt vast. Dan zitten we dan vast. Nee, ik heb
En dan kunnen we door? Nee, dan ga je weer. Oké. Stef, lukt dit? Ja, nou niet echt hoor. Ja, maar let op. Blijf er vanaf dan. Pas op. Zo was het. Oh. Ja. Het is gelukt. Silo 2, X-throwing. We gaan met bijlen gooien. We gaan met bijlen gooien, ja. Onze allernieuwste activiteit. Sinds 1 juli zijn we daarmee geopend. Ja, de naam zegt inderdaad al, hakbijlen gooien. We hebben 4 banen. We kunnen met 24 mensen tegelijk hakbijlen gaan gooien. Super vet. Echt oergevoelens. Als het lukt, trots. Tevreden. Echt heel gaaf om te doen. Ja, ik heb het ooit op tv gezien dat ze dat deden. Maar dat, ik in Nederland heb ik er eigenlijk nog nooit van gehoord dat dat kan. Nee, het is echt een hele grote hype in Amerika. Daar is zelfs een officiële sport geworden. Nederland is het nog vrij onbekend. In Nederland zijn er 2, 3, 4 banen. Wij zijn in ieder geval een van de eerste. En de eerste die het in ieder geval zo oppakt met techniek, licht en geluid. Dus ik zou zeggen, kom even binnen en kom kijken. Gaan we doen. Oh, die vlag ook. Het ruikt ook echt zo. Ja, je zei net al dat er een hele show bij zit, dat dat bijzonder is. Maken jullie heel die show zelf? Hebben jullie dat zelf bedacht? Ja, we hebben alles zelf verzonnen en gemaakt. We zijn wel een keer ergens anders geweest spelen om te kijken hoe het niet moet. In ieder geval kijken hoe een andere partij het deed. Nou, daar zijn we zo enthousiast van geworden dat we dachten, ja, daar kunnen wij zelf veel vetter met licht, geluid, vette show eromheen. En vandaar dat wij hier zelf zijn gestart met deze activiteit. Ja, je hoort het dan aan de muziek. Het voelt een beetje alsof we echt in een film zitten. Ja, echt, hè? Heel gaaf. Zouden we er eentje kunnen gooien? Jullie mogen dus veel hoger gooien als jullie willen. Stef, ga staan. Ga maar staan, Stef. Oh, dan ga ik pas staan. Oh ja, heel goed. Hier is de hakbel. Hij is op dit moment deze 48 centimeter. En het is dus de bedoeling dat je hem vanuit je gooizone in het bord moet werken. Use this time wisely to discover all the techniques of the act. Hey! Oefening baat kunstrijk. Hell yeah! We've been real bad X-ray here! What a great shot! Zit erop. Hoe vond jij het, Tom? Ik vond het super gaaf dat je dat hier allemaal zo hebt. En de bijlen gooien en die escape room. En allemaal zelf gemaakt. Zelf gemaakt. En dat is door jullie dan gedaan, hè? Maar ook door jou. Ja. Wat ben jij nou eigenlijk het meest trots op hier? Totaalplaatje. Gewoon dat we op een Noordkade zo'n vette locatie diverse uitjes kunnen aanbieden. Waar ja, vooral de mensen met plezier naartoe komen. En weer met plezier naar huis gaan. En als je nou echt één ding moet kiezen. Wat jij het mooiste vindt hier? Ja, dan blijft toch wel de escape room, de space. Blijft toch wel uniek iets. Ja. 35 meter hoge toren. Een grote raket van 25 meter hoog die speciaal voor ons gemaakt is. De techniek die erin zit, bijna 8 kilometer aan stroomkabels. Dus dat is wel, daar ben ik denk daar wel echt het meest trots op. Ja, want de laatste tijd is heel veel veranderd, hè? Nieuwe naam, nieuwe dingen. Zijn er nog dingen voor de toekomst? Of? We gaan niet stilzitten, dus er komen zeker nog nieuwe dingen aan. Ja. Mag ik jou bedanken? Dat is super mooi om hier te zijn. Echt, ja. Dankjewel. Dan drinken wij hem nog even op. Drinken wij hem op. Mocht je interesse hebben, jongens, www.noordkadeuitjes.nl. Ja, vanaf voor de thuis ook, hè? Noordkadeuitjes.nl, ja. Vanaf 5 euro kunnen we activiteiten, arrangementen aanbieden. Dus voor ieder wat wils. Wat krijg je dan voor 5 euro? Onder andere een rondleiding. Dat is ook al mooi genoeg. Ja, leuk. Ja, dat is ook leuk. Al mooi. Ja, je ziet hier van over alles. Dit terrein heen, ja zeker. Ja. Ja. Goed. Gaan wij nog heel even de drankje op drinken? Ja. En gaan we even nog naar de Wit kijken waar de mensen naartoe op vakantie gaan? Je gaat naar de Wit, helemaal goed. Top. Ja, je gaat mee, hè? Oh ja, ga mee, Jacques. We gaan er even heen. Vandaag sta ik bij Camping Sport de Wit, want wij zijn benieuwd wat de mensen te vertellen hebben over waar ze op vakantie gaan. En wat is nou een betere locatie dan hier te beginnen bij Camping Sport de Wit? Ik zou zeggen, we gaan eens even op pad. Ik zie in je karretje allemaal vakantiespullen. Ja. Is de zomervakantie al geboekt? Die is gepland. Mijn bijzonderste reis was zeilend vanuit Lissabon naar New York. Ja, dat is ook al een flinke reis. Want hoe lang ben je daar zo mee bezig? Wij zijn toen 6 weken onderweg geweest. Maar ja, we zijn ook onderweg nog op Bermuda geweest. In Wilmington, dat is vlakbij Philadelphia enzovoort. Het waren dan, en van daaruit dan naar New York. En dan weer terug vliegen. Fantastische reis. Ja, zeker. Fantastische verhalen. Heb je zo ook nog wensen voor in de toekomst? Nou, dat ik nog lang met mijn motor met aanhanger rond kan rijden door Europa. Dat, op een gegeven moment word je daar te oud voor. Dus
Ja, toekomstplannen die zijn er genoeg. Zeker weten, ja. Dan alvast een hele fijne vakantie en wie weet zien we elkaar in Europa. Oké, gaat lukken. Bedankt. Jodelee! Mooie tuin is het, hè? Ja, echt, ik vind van wel. Alleen, ik heb altijd een hekel aan de trap lopen. We zitten weer. We zitten of ja, weer. Ik zit nu weer. Oh ja, je zit nu weer. We komen mooi via backstage terug, hè? Backstage, mooi. Bij de Noordkade zijn we geweest. De Wit zijn geweest. Het is best veel te doen hier in Veghel. Er is hier, ja, en mij is het sowieso. Ja, maar sowieso, ja. In Veghel, en het is hier gewoon schuin tegenover, hè? En die haven, dat is prachtig natuurlijk. Oh, je ruikt de vislucht gewoon, hè? Je ruikt de vislucht, ja. Ik weet niet of het de vissen zijn of wat anders, maar je ruikt het wel. Ik vind het lekker. Ja, en hier die tuin ook beneden. Ja. Hartstikke mooi. En ik heb ook gehoord dat als je wil, kun je beneden eten laten komen. Dat hebben we natuurlijk net op de Noordkade al gedaan. Ja. Dus ja, dat is echt veel te doen hier. Ik ben wel moe. Ja, we gaan even pitten dadelijk, want het wordt ook al een beetje donker, het wordt een beetje schemering. Ja. En het is natuurlijk al, het is zomer, het is nou, hoe laat is het? Kijk even. Voor mensen bijna 9:30. Of wat geweest? Later. 9:45 al. Ja, je bent sowieso snel moe, hè? Dan kijk je nog even een filmpje. Ja, ik ben veel te snel moe. Ik ga vast. Ik ga nog even rond en gaan we even. Ja, ik zie jou wel. Ja. Ik ga alvast, ik ben. Oh, jij gaat vast? Ja, ik ga. Nee, ik ga vast. Jij bent er nog niet moe? Nee, maar ik moet nog even. Je weet het niet. Oh, dan moet weer een grote boodschap. Dan wacht ik wel eventjes. Zo, dan ga ik vast eens lekker naar bed. Even kijken, mijn pasje. Zo. Ja, waar is Tom dan weer? Is die weer. Och, zit op de wc. Tom, schiet ze op! Nou, die komt eraan. Bliep! Dat was ik zelf, hè? Dat was niet de deur. Zo. Ik ga wel slapen. Kom eens hier met dat deken. Ik heb al die deken voor jou. Ik wil gewoon slapen, we moeten morgen weer vroeg op. Ja, hè? Je legt dat deken gewoon neer. Nou, zijn we nou weer verder. Jongen. Jodelee! Ja, maar oma, die steunkousen waren al op, hè? Dat had ik al gezegd. Ja. Ja, nou, dan ga ik wel even naar de andere kant van het dorp voor die aanbijen zal. En dan komt het wel goed. Ja, maar ik moet wel hangen nou, hè? Ja, is goed. Dan zie ik je morgen, hè? Ja, ik wil extra veel balletjes in mijn kippensoep. Ja, dank je. Doei, ik hou ook van jou. Daar. Zeker op de kosten van de tel. Ja, als je betaalt, doe mooi het wel. Mooi telefoon. En sowieso, alles hier in de tel is heel mooi, hè? Die douche alleen al. En zoveel soorten kamers, een mooie tuin, lekker ontbijtje. Zo'n douchekop, hè? Ik denk dat tijdens om even afscheid te gaan nemen, dan gaan we mooi terug. Gaan we door naar onze laatste bestemming, volgens mij. Wat is het? We gaan naar een camping, Stef. Ja, ik vertel me nooit waar we heen gaan. Dat is wel afzicht. We gaan nu voor de laatste keer naar een camping. Ik ben ook al blij dat je er weer bij bent trouwens, want vorige week was je natuurlijk nog op vakantie, ja. Maar nou is het maar goed dat we er weer en we gaan knallen nog. Heen gaan. Ja. Ik ben ook benieuwd, gaan we nog één weekje vakantie houden, even doei zeggen en dan was het top. Eén weekje, hè? Maar je ziet al, maar je reis, dat is top, hè? Je moet er echt op vakantie. Ja, je kunt zo lang op vakantie als je wilt, ja. Jodelee! Ja, dankjewel voor het slapen, het nachtje hier bij jou in het prachtige hotel. Ja, heel graag gedaan, vond je het leuk? Ja, het was mooi, top, hè? Het balkon was mooi, hè? Het balkon was echt top. En vooral, al die kamers zijn zo anders en zo, dan was top. Lekker. En hier bij de Noordkade lekker ook. Echt, ja, we hebben van alles gedaan, hè? Je kon naar de film en je kon een escape room, van alles. Ja, top, hè? Ja. Dus iedereen moet naar Veghel komen. Zeker, ja, maar je reist dat sowieso op vakantie. Ja, er is nog veel meer te doen in de omgeving van Veghel, dus... Ja, dat vind ik mooi om af te sluiten. Dan zou ik zeggen, wij gaan mooi. Dankjewel dat wij hier mochten slapen een nachtje. Ja. En dan, houdoe. Dankjewel. Jodelee! Zo. Lekker. Houdoe en bedankt, olé, olé. Hey, houdoe en bedankt, olé, olé. Gaan we op naar de volgende, Stef. De laatste. En bedankt. Houden we bedankt. Houden we bedankt. Olé, olé. Dan ga je doen. Lekker, ik kom op plaats.